Hij is nog veel te warm. Ik ben heel erg benieuwd of er meer mensen zijn die ook water in hun thee doen. Omdat ik vind het altijd te heet om te drinken. En als ik dan moet wachten, dan duurt het voor mij een beetje te lang. En dan vergeet ik weer dat ik thee heb. En dan laat ik het staan en dan wordt het koud. Dus ik moet water in mijn thee doen, dan kan ik het gelijk drinken. Goed, oh my god, we weer terug met nog een video over Temptation Island. Oh my god, die meid kan er echt niet over ophouden. Ik weet het, het is verschrikkelijk. Bij mijn vorige video ben ik te oren gekomen dat er een beetje rumoer heerst rondom het programma. Omdat er mensen zijn, mensen die mee hebben gedaan. En ook roddelblogs en Instagram accounts van mensen die roddels verspreiden. Looking at you, Fari. Die zeggen dat Temptation Island nep is. Nou is dit iets wat elk jaar terugkomt. Elk jaar wanneer de deelnemers weer vrijuit praten. Staat er wel iemand op die zegt, ja, Temptation is nep. Het is allemaal nep. Dit is niet hoe het is gegaan. Zo is het gegaan. Dit is nep. En ook eigenlijk dit jaar beginnen nu die verhalen alweer een beetje de ronde te doen. Dat dingen niet helemaal zijn zoals ze lijken. En toen dacht ik, oh ja, misschien moeten we het er even over hebben vandaag. Voordat ik ga beginnen, laat me in de comments even weten wat jij vindt van dit seizoen. Vind je het nep of vind je het allemaal wel meevallen? Iets wat Eva bijvoorbeeld heeft gezegd, is dat de brief die ze naar Kevin heeft geschreven, geschreven is door de productie. Er zijn ook nog andere singles die zeggen, ja, we hadden er geholpen met die brief. Maar toen moest ze een andere brief doen en Kevin moest dit van de productie en ik moest dat van de productie. En over het filmpje van Carina werd gezegd dat dat ook opgeknipt is om Greg boos te maken. En veel mensen zijn verontwaardigd en denken bij zichzelf, ja, maar wat is het dan echt en wat is het dan nep eigenlijk? Nou goed, en nou kom ik ten tonele. Ik doe namelijk heel graag alsof ik alles weet. En ik heb natuurlijk in mijn YouTube-carrière ook wel eens televisie gemaakt. Ja, tv is dan misschien niet helemaal het goede woord. Maar ik heb voor RTL gewerkt via Concentrate en voor MTV via First. En dat is natuurlijk allemaal online uitgezonden. Maar het waren wel gewoon grote producties. Dus ik weet wel een beetje hoe het in elkaar steekt. Daarom wil ik in dit filmpje graag antwoord geven op de vraag, is Temptation nep? Ik ga het vandaag niet kort houden, maar ik heb wel een kort antwoord op die vraag. Het korte antwoord op die vraag is nee. Temptation Island is niet nep, maar Temptation Island is wel geregisseerd. Als je een programma gaat maken als Temptation Island en je het niet regisseert, maar gewoon een camera neerzet en gaat kijken wat er gebeurt, dan heb je geen tv-show, maar dan heb je een documentaire. Een hele saaie documentaire waarschijnlijk ook. Voor al het spektakel in het programma is het belangrijk dat er een verhaal wordt verteld. En als deelnemer van zo'n programma heb je het verhaal dat er wordt verteld iets minder in de hand dan dat je waarschijnlijk zelf denkt. Waarbij deelnemers van dit programma vaak het pijnlijke punt zit, is dat ze zichzelf terugzien op tv en zichzelf waarschijnlijk totaal niet herkennen. De dingen die ze op tv zien, hebben ze zelf heel anders meegemaakt. Ze zien misschien situaties die uit zijn verband zijn gerukt, situaties die zijn uitvergroot. Ze komen misschien veel minder genuanceerd uit de hoek en ze zien zichzelf en ze denken, ja maar godver, dit ben ik helemaal niet. Wat je heel goed moet indenken als je meedoet aan zo'n programma, is dat je er niet per se in zit voor jezelf. Veel mensen denken, oh ja, ik doe lekker mee in zo'n programma en dan ben ik gewoon lekker mezelf en dan kom ik vast leuk uit de hoek en het is een leuk avontuur. En als iedereen ziet hoe leuk ik ben, dan hou ik er misschien achteraf nog wat van over. Maar ja, het punt is gewoon met zo'n programma dat je meedoet voor het programma en dus niet voor jezelf. De makers van Temptation Island willen een leuke show neerzetten zodat het leuk is voor ons om naar te kijken. Maar ja, als ze jou daarvoor in de rol van Boeman neer moeten zetten, dan zetten ze jou met alle liefde in de rol van Boeman neer. Ieder seizoen zijn er heel duidelijk typisch aanwezig. Archetypes noem je dat. Denk maar even terug. Elk seizoen heeft een Sonny, namelijk. Een raddraaier. Iemand die zulke rare dingen doet dat we erover gaan praten op werk. Denk bijvoorbeeld vorig seizoen terug aan Zack. Arda, die kon er ook wat van. Die had natuurlijk nog Tim. Dat was echt een mafklapper. Vervolgens heb je ook hele saaie types. Vorig seizoen was dat, hoe heet die griet ook alweer? Melissa, die toen met Johnny ging. Het jaar daarvoor had je die Laura, die ging met Roger. Die meid kwam alleen maar gapend in beeld. Dit jaar wordt Eva in die rol gezet. Je hebt de zorgzame types, de losbandige types. Je hebt de types met een denkwijze die net eventjes anders is dan de rest. Er wordt elk jaar een hele goede balans gevonden tussen de typetjes die het programma moeten dragen. En niemand lijkt op elkaar. Iedereen past binnen een bepaald hokje. Eigenlijk worden er aan het begin al hokjes gecreëerd waarvan de programmamakers denken dat je erin past. Dat maakt het programma heel duidelijk en overzichtelijk om naar te kijken. Want het moet voor de kijkers thuis duidelijk zijn. Het hoeft allemaal niet al te complex en te ingewikkeld en zes diepere lagen. Wij willen gewoon duidelijk. Hoe typischer de figuren, hoe duidelijker de patronen en hoe helderder het verhaal voor ons thuis is. Vervolgens ben je daar, je gaat lekker dat programma opnemen. Er is 4000 uur aan beeldmateriaal en de programmamakers gaan jou knippen. Wat er gebeurt is dat natuurlijk alles wat jij doet gefilterd wordt en gereduceerd wordt tot het typetje waar je in past. Ik geloof namelijk niet dat Kevin de hele dag aan het schelden en aan het tieren is. Ook niet dat Greg de hele dag zit te janken. Anderzijds denk ik ook niet dat Carina de hele dag hitsig doet met Daryl. Sonny zal ook vast wel iets meer gezegd hebben dan enkel de woorden ontplooien en zijwieltjes. Eva zie je ook
ook alleen maar onzeker in beeld. Dan geloof ik niet dat zij de hele godganse dag alleen maar onzeker aan het doen is. Het enige waar ik van overtuigd ben is dat Denise de hele dag Engelse woorden zegt. Maar voor de rest, Goed, wat het dus betekent voor jou als persoon, als jouw eigen individu, als je meedoet aan zo'n programma, is dat je een karakter bent in het hele plaatje. Het gaat niet om jou, maar het gaat om het programma. Hoe dit seizoen natuurlijk verschilt met voorgaande jaren is dat de nadruk heel erg ligt op diepgang. Wat je tegenwoordig ziet is dat dat hele platte heel erg passé is. Er zijn natuurlijk acties geweest met programma's als De Villa. Het kan gewoon eigenlijk niet echt meer in deze tijd op televisie dat het alleen maar om seks draait. Nu hebben ze in Amerika Temptation Island USA gemaakt en veel reacties die daarop kwamen was van ja, dit programma is eigenlijk veel leuker om naar te kijken, want er zit meer diepgang en meer inhoud in. Je ziet dat mensen echt een proces aangaan, dat er heel veel interessante dingen gebeuren en dat je thuis zit te kijken en denkt, ach jongens, ik hoop dat jullie eruit komen met elkaar. Ik vind dat Temptation Island USA ontzettend goed in elkaar zit. Maar dat is ook sowieso wel met Amerikaanse reality shows, want ze zijn daar gewoon super goed in. Het verschil tussen Amerika en Nederland is dat er in Amerika super veel geld beschikbaar is. Die opnames die duren daar een maand in plaats van 2 weken. De presentator van het programma, Mark Wahlberg, heeft een soort psycholoogachtige rol ook. En de casting is gewoon ongelooflijk goed. Ze hebben echt heel veel goede types weten te vinden voor het programma. Het lijkt gewoon een beetje alsof het Amerikaanse volk veel geschikter is voor reality TV. Als je in Amerika bent geweest, kan je dat vast wel beamen. Ik ben een keertje in Miami geweest. Nou, ik wist niet wat ik meemaakte. De mensen zijn daar zo uitbundig en zo. Oeh, hey, how are you? I'm doing great. Het is allemaal zo. Heel on-Nederlands. In mijn bescheidenheid vind ik een groot deel van de mensen daar vrij theatraal. In Nederland zijn we allemaal relaxed, doen we allemaal lekker normaal, wees maar jezelf, doe maar niet te gek, je weet toch? Amerikanen komen wat mij betreft gewoon beter over in een gescripte omgeving. Je moet het programma maar eens kijken, dan begrijp je wat ik bedoel. Goed, ik heb het natuurlijk nu over een gescripte omgeving, dan denk je bij jezelf, oh my god, tea, maar dat is niet helemaal zo. Het is namelijk gewoon wel de realiteit dat elk realityprogramma van The Hills tot Selling Sunset tot Too Hot to Handle tot Bling Empire tot Love is Blind tot Temptation Island tot in de puntjes is uitgedacht. Waarom? Omdat je niet zomaar mensen bij elkaar kan gooien en dan verwachten dat je een goed programma krijgt. Je moet het een beetje zien als een experiment. Wanneer een onderzoeker een experiment gaat doen, heeft hij bijvoorbeeld 2 variabelen. En voegt hij daarna op 1 van de 2 variabelen een manipulatie toe. Dan denk je natuurlijk bij jezelf, oh my god, manipulatie, ik keur dat af, super toxic. Maar een manipulatie betekent eigenlijk dat je een verandering aanbrengt aan 1 van de 2. Ik noem een voorbeeld. Variabele 1 is water en variabele 2 is de temperatuur. Als je dan vervolgens een manipulatie toepast op de temperatuur en je maakt de temperatuur lager, dan zal je zien dat het water bevriest. De manipulatie is het veranderen van de temperatuur en de uitkomst van je onderzoek is, oké, wanneer ik de temperatuur verander, dan bevriest mijn water. Stel je neemt als variabele ijs en je verandert de temperatuur, je maakt het hoger, dan smelt je ijs en dan wordt het water. In de wetenschap is manipulatie een heel neutraal woord. Hoe zit dat nou bij Temptation Island? Nou, de ene variabele zijn de mensen en de andere variabele is de omgeving. Aan de mensen kan je niks veranderen, maar aan de omgeving kunnen de programmamakers wel wat doen. Het is dus aan hun de taak om variabel 2 zo te manipuleren dat mensen dingen gaan doen die goed zijn voor het programma. Voorbeelden om mensen iets te laten doen of bijvoorbeeld een andere kant op te sturen is een kampvuur organiseren. Wat opvalt is dat soms de mannen eerder zijn en de andere keer de vrouwen eerder. Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van oké, wat krijgen ze te zien en wat gaan ze daarna doen. Een ander voorbeeld van een manipulatie zijn die fotolijstjes. Het kunnen verlengen van een date. De interventies van Monica en Kai. De date, de dream date, de groepsdate, de feestjes. Het feit dat ze alcohol krijgen om te kunnen drinken. Het zijn allemaal dingen die de productie kan organiseren in de omgeving. Om ervoor te zorgen dat mensen dingen gaan doen. Dat ze boos worden, dat ze verdrietig zijn. Dat ze een andere kant op gaan denken. Dat ze naar andere mensen toetrekken. Een voorbeeld. Oké, Eva die komt niet zo goed uit haar schuld. Nou, wat doen we? We geven er een fotolijstje met extra beelden. Oh, Greg maakt zich super druk om Carina en spookt verder niks uit. Nou ja, dan geven we hem nog 10 keer een fotolijstje toe tot hij over de streep gaat. Oh, we willen dat Carina iets met Daryl gaat doen. Nou ja, dan geven we haar kampvuurbeelden van Greg die met iemand anders staat te flirten. Willen we JD dichter in de armen van Ricky? Oké, dan laten we nog even achterwege dat Sonny al lang naar huis is. De storyline staat eigenlijk met potlood al geschreven. Dit jaar ligt de Nederlandse versie van Temptation net als de Amerikaanse veel meer op diepgang. Als je vorige seizoen in Temptation vergelijkt met de Amerikaanse, zie je dat er in de Amerikaanse versie veel meer een verhaal wordt verteld. En je ziet dat dat in de Nederlandse versie ook de bedoeling is. En om een verhaal te vertellen is er dus regie nodig. Je ziet vaak dat deelnemers even bij elkaar zitten en dan voeren ze even een gesprekje. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat het van tevoren georganiseerd moet worden. De programmamakers willen natuurlijk dat het verhaal wat zij proberen te vertellen voor de kijker thuis ook duidelijk is. Daarom zeggen ze vervolgens, joh meiden, ga even daar zitten en dan Carina, vraag jij even aan JD hoe je erin staat. Hoe je je voelt.
hoe het zit. Weet ik veel. Of meiden, ga even bij elkaar zitten en dan kunnen jullie samen even bespreken wat jullie vinden van de nieuwe verleider. Dit is niet per se nep, maar het is wel geregisseerd. Het hele punt is dat je moeilijk een camera op iemand kan zetten en dan vervolgens zeg je, joh, kijk maar even wat je doet. En dit is waarschijnlijk ook waarom veel deelnemers gepikeerd zijn, omdat ze misschien wel hadden verwacht dat het allemaal wat... ja, natuurlijker zou zijn. Daarbij, hun eigen storyline, hoe ze het zelf hebben meegemaakt, komt waarschijnlijk in niks overheen met het verhaal wat Temptation probeert te vertellen. En de storyline die de programmamakers willen vertellen, die is leidend. Dus als ze bepaalde dingen onvoordelig door elkaar moeten knippen, dan gaat het gebeuren. Hetzelfde geldt voor de quotes die erop genomen worden. Die zijn ook allemaal ter ondersteuning van het verhaal dat verteld wordt. Even ter verduidelijking, die quotes, dat zijn die korte stukjes waarin deelnemers dus vertellen tegen de productie van oh ja, dit is er gebeurd, dat is er gebeurd, zo en zo. Nou heb ik in mijn leven wat afgequote. Een quote gaat altijd hetzelfde. En er staat iemand achter de camera en die stelt jou een vraag. Maar om ervoor te zorgen dat het allemaal een beetje soepeltjes in elkaar geknipt kan worden, is het belangrijk dat wanneer jij antwoord geeft op die vraag, je de vraag meeneemt in je antwoord. Dus als de productie aan mij vraagt, Sophie, wat heb je vandaag gegeten? Dan zeg ik niet een broodje ei. Dan zeg ik, ik heb vanochtend een broodje ei gegeten. Het hele punt met dat quote is dat de productie je overal over kan laten praten. Want je moet antwoord geven op die vraag. Een voorbeeld. Ricky, ben je niet jaloers dat JD een lapdance heeft gekregen? Nee, ik was absoluut niet jaloers hoor. Goed, als allerlaatste die diepgang en dat het er zo ongelooflijk dik bovenop ligt dit seizoen. Wat in het begin heel erg opviel is dat het de hele tijd over allemaal quasi-spirituele dingen ging. Ik geloof oprecht dat deze mensen niet de hele dag over energie hebben gepraat. Maar ik geloof wel dat alles wat er over energie gezegd is in de aflevering geknipt is. Om ons toch even duidelijk op het hart te drukken dat het echt, echt, echt over diepgang gaat dit jaar. Dat is ook waarom Kai en Monica het hele godganse dag over een proces en ontwikkeling hebben. Het gaat over diepgang. Het moet ons duidelijk worden dat het gaat over diepgang. Je moet eigenlijk, als je Temptation Island kijkt, heel goed in je hoofd houden dat wat jij ziet is wat de makers willen dat jij ziet. Dus als antwoord op de hoofdvraag, Temptation is niet nep. Temptation is een tv-show en dus geregisseerd. Dat is onvermijdelijk als je een leuk programma wil neerzetten, maar dat het daardoor iets afwijkt van de werkelijkheid, dat is een gegeven. Soms weet een programma het precies goed te balanceren en soms slaan ze er wat in door. En wat je ervan vindt is iets wat je voor jezelf moet bepalen. Het is dus niet nep, maar wel geregisseerd. Het is gewoon iets wat je in je achterhoofd moet houden als je van plan bent om Sonny aan te vallen wanneer je hem tegenkomt op straat. Mijn suggestie is, als je heel graag iets op beeld wil doen, ga lekker YouTube-filmpjes maken, want dan ben je in ieder geval wel degene die zelf de regie in handen heeft. Goed, dat was dat. Laat me in de comments even weten hoe je hierover denkt. Vind jij dit seizoen nep of vind je het allemaal wel meevallen? Nou, dat was het. Toedeloe!